Cyril Dessers, 1-4 tegen AA Gent. Die komt denk ik wel aan. Ja, ik denk het wel. Het is lang geleden dat we zo'n zware verliesmatch hebben gehad. Zeker tegen Gent komt dat toch wel aan. Ja, het begon niet zo goed. We slikken onmiddellijk een tegengoal in de tweede helft na de gelijkmaker. Eigenlijk eenzelfde scenario. Ja, dus op dat moment is dat natuurlijk heel, heel slecht. Een heel slecht moment ook, denk ik. Daarna zijn we er terug proberen ons in de wedstrijd te knokken. Dat lukte dan, maar niet echt met grote kansen tot gevolg. Dan prikken zij nog eens tegen op de counter. En dat is heel spijtig natuurlijk. Ja, voetballend deden we het best wel oké. Maar Gent was zeer snedig en zeer efficiënt. Ja, de trainer had ons gewaarschuwd. Het is een ploeg die voetbalt vanuit de reactie. Het is ook een heel goede ploeg, vind ik. Heel veel snelle spelers, heel veel lopende spelers. Dus je weet dan dat ze gevaarlijk zijn op de counter. En dat hebben we ook gezien vandaag. Ja, de tweede helft hebben ons echt wel koud gepakt, hè. Ja, ze waren heel efficiënt, vond ik. Ze hebben gespeculeerd op de counter tweede helft. En dat is hun recht natuurlijk, maar ze hebben het heel goed uitgespeeld daar. De coach probeerde nog de bakens te verzetten met de inbreng van Doetre en van jou. Maar helaas, ja, het wou niet echt lukken, hè, vandaag. Nee, inderdaad. Het was spijtig. De grinta kwam er niet echt in. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk ook niet om in te vallen. Maar ik denk dat zowel Junior als ik toch wel ons best hebben gedaan. Nog geprobeerd hebben, maar ja, dan is natuurlijk als het 1-3 of 1-4 is, dan wordt het heel moeilijk ook voor de aanvallers. Voor jou denk ik dat het dan weer wel leuk is de laatste weken. Je verzamelt toch aardig wat speelminuten. Ja, het is inderdaad zo. Ik verzamel toch wel meer speelminuten, maar ja, de resultaten steken wat tegen. Maar ja, op zich, ik maak me niet al te veel zorgen. Ik denk dat de speelminuten ook nog zullen komen, maar ook dat de resultaten wel terug beter zullen worden. Tot slot, zondag Kortrijk. Hoe moeten we dat aanpakken? Oh, ik denk dat we gewoon bij ons vaste recept moeten blijven en ons spel blijven spelen. En ik denk zeker dan dat we een goede wedstrijd kunnen spelen tegen Kortrijk en hopelijk de 3 punten hier houden. Oké, dankjewel, Cyril Dessers.